Ik ben Femke van der Koelen. Ik ben 23 jaar. Ik heb in Tilburg gestudeerd, bachelor bedrijfseconomie aan de UWT en master accountancy. En op dit moment werk ik bij EY en ben ik tweedejaars staff, dus tweedejaars assistent. Ja, EY is dus een van de Big Four accountantsorganisaties. Het is echt een ontzettend informele organisatie waar een heel prettige cultuur heerst. Wij controleren, zoals de meesten wel weten, de jaarrekening bij bedrijven. Dus het is ook een heel afwisselende baan die ik heb. Waarbij ik zowel in contact kom met heel veel verschillende bedrijven, verschillende mensen, verschillende teamwerk en dus ook heel veel verschillende cijfers zie. Dus voor mij is het echt een heel goede combi. Ik sta 's ochtends op en dan stap ik in de auto en dan rijd ik naar de klant. Ik zit niet heel vaak op kantoor. Meestal werken we gewoon bij de klant in een team. Ik heb zelf ongeveer 5 à 6 klanten in het jaar, omdat ik middelgrote internationale bedrijven controleer. En dan zitten we dan ook vaak met een team met een man of 4, 5. En dan afhankelijk van welke tijd in het jaar het is, zeg maar, is een beetje wat we daar gaan doen. Zo is van september tot en met december ongeveer is de interimcontrole. En vanaf januari is de jaarrekeningcontrole. Beetje afhankelijk van wanneer het einde van het boekjaar is bij het bedrijf. Maar de meeste hebben einde boekjaar 31 december. Dus vandaar dat in januari voor ons de absolute piek is. Tijdens de interimperiode dan controleren we de processen bij een klant. Denk bijvoorbeeld aan inkoopproces, verkoopproces, HR, productieproces, voorraad. Dat zijn verschillende voorbeelden van processen die wij dan controleren. Dan hebben we bijvoorbeeld verschillende interviews met de klant. Daar zit ik dan meestal met één andere collega. En dan gaan we dus gewoon tegen de medewerker van inkoop zeggen van, nou, vertel maar, hoe gaat het inkoopproces hier in zijn werk? Dat is heel leuk, want dan sta je eigenlijk heel dicht bij de klant. En je hebt natuurlijk ook heel veel klantcontact. Je komt veel te weten over hoe het in zijn werk gaat. En daarna gaan we dat dan aan de hand van verschillende documenten gaan we dat verder uitzoeken. Doen we bijvoorbeeld een lijncontrole. Dat wil zeggen dat we echt van order tot bankafschrift bijvoorbeeld kijken van, ja, klopt het nou allemaal? Sluiten alle factuurnummers, sluiten die aan? Kloppen de bedragen die erop staan? Is het ook betaald of is het bedrag ook ontvangen? Dus je volgt echt van A tot Z volg je het hele proces. En daarna gaan we nog kijken of de verschillende beheersingsmaatregelen die bij de klant, van toepassing zijn, of die werken. En dat is eigenlijk grofweg de interimcontrole. Dus dat is echt gericht op de processen. Dan hebben we nog de eindecontrole, dus de jaarrekeningcontrole. Dat is meer vanaf januari bij mij. En dan gaan we dus echt per post, dus kas, debiteuren, crediteuren, voorraad, ja, noem maar op. Zowel balans als winst- en verliesrekening. Gaan we dus echt de posten controleren. Dus dat is toch weer een heel andere uitdaging. Iets meer gericht op cijfers ook, vind ik altijd. En dan heeft ieder teamlid inderdaad gewoon zijn eigen taak. Er wordt altijd een planning gemaakt met het aantal uren dat geschat wordt, zeg maar, dat we daarvoor nodig hebben. En dan is de senior ofwel controleleider degene die gaat reviewen of wij ons werk goed hebben gedaan. Waar ik nu mee bezig ben. Nou, bijvoorbeeld afgelopen maandag zat ik bij een klant, ook middelgroot internationaal, kan ik wel zeggen. En daar heb ik gesprek gehad met iemand van inkoop en iemand van afdeling crediteuren. En daar zat ik samen met nog een eerstejaars collega. En daar heb ik een gesprek gevoerd over hoe het proces nou in zijn werk gaat. Nou, dat was echt hartstikke leuk. Want het is natuurlijk heel leuk om te horen wat de klant allemaal doet. Wat de mensen allemaal doen. En voor ons is het ook weer heel interessant om te kijken, zien we nou ergens een risico? En wat doet de klant om dat risico af te dekken? Dus ja, het is echt ontzettend interessant om daar meer over te weten te komen. En dat heb ik bijvoorbeeld begin deze week gedaan. En dat ga ik vandaag en morgen weer doen. In eerste instantie was mijn ambitie. Ik wil mijn studie afronden en ik wil bij EY beginnen. Nou ja, daar zit ik nu. En op dit moment is mijn volgende doel eigenlijk wel om mijn postmaster af te ronden en om RA te worden. Registeraccountant. Ik ben nu natuurlijk assistentaccountant. En ondanks dat je natuurlijk dat natuurlijk hartstikke, ja, ook evengoed hartstikke uitdagend is en dat je heel veel verschillende dingen ziet, is het ook heel leuk om dadelijk echt registeraccountant te zijn. Mag je zelf echt accountant noemen. En meestal als je registeraccountant bent, dan ben je ook alweer iets hoger opgeklommen in de ladder. En heb je ook veel meer overzicht over het volledige bedrijf en over alle processen en alle posten. Het is eigenlijk zo dat ik vanaf ongeveer het tweede jaar mijn studie wel wist wat ik wilde gaan doen. En ik had ooit een keer een gastcollege van een accountant. En ik dacht,
Dat wil ik. Nou ja, dat heeft verschillende redenen. Dat is onder andere omdat ik het heel leuk vind om verschillende bedrijven te zien. Het is heel erg afwisselend, want ik zit dan 2 weken bij de ene klant en dan weer 2 weken bij een andere klant. Sowieso zijn er binnen EY heel veel verschillende mogelijkheden met type klanten. Zoals ik al zei, ik heb zelf meer middelgroot internationaal. Maar je kunt ook zorginstellingen, scholen, kleinere profitklanten. Je kunt eigenlijk alle kanten op. Daar zit ik steeds met verschillende teams, dus je leert heel veel mensen in korte tijd kennen. En binnen het team is de sfeer heel informeel, dat vind ik ook heel leuk. En tegelijkertijd heb je en een kijkje in de keuken bij de klant, zeg maar. Dus sowieso qua processen en ook qua cijfers. Wat is de omzet, wat is de winst, ja, noem maar op. Nou, op vakinhoudelijk gebied denk ik dat vooral de vakken Accounting Information Systems en Auditing erg aansluiten op het echte werkveld. Accounting Information Systems meer met de interim controle, want dan kijk je ook naar processen en naar risico's, beheersingsmaatregelen, etc. Met de casussen die we daar hebben gemaakt. En auditing meer met de jaareindecontrole. Maar bijvoorbeeld bij Accounting Information Systems maak je heel vaak casussen. Dan werk je in teams. Nou, dat is wel echt iets wat nu dus ook weer terugkomt. Je doet het met het team, je doet het samen, je staat er niet alleen voor. En iedere week was er weer een deadline om een casus in te leveren. Nou ja, ook dat komt dus nu terug. Je hebt deadlines, je moet goede planningen maken. Want ja, anders dan komt het niet op tijd af. Nou, ik ben eigenlijk in het tweede jaar al begonnen met verschillende recruitmentactiviteiten. Van inhousedagen tot bedrijfsetentjes, tot business calls, tot meeloopdagen. Onder andere ook eigenlijk vooral bij EY. En daardoor leerde ik het bedrijf kennen, maar leerden zij mij ook kennen. En ja, van middels met name bachelorscriptie en daarna ook masterscriptie stage. Ja, ben ik uiteindelijk hier eigenlijk zo terecht gekomen. Dus ja, ik kan wel zeggen dat ik hier al eigenlijk al een aantal jaren kom. Ondanks dat ik hier iets meer dan een jaar pas echt werk. Ga naar recruitmentactiviteiten, ga naar inhousedagen, regel een meeloopdag. Zorg dat je bij bedrijfsetentjes waar de accountskantoor aanwezig zijn, dat je er bent. En ga dan niet alleen maar kijken naar wat heeft dit kantoor vakinhoudelijk te bieden. Want ja, een audit is natuurlijk verschillend bij iedere Big Four, maar komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Maar kijk vooral naar, spreken de mensen mij aan? Vind ik de mensen leuk? Denk ik dat dit mijn collega's zouden kunnen zijn? Zou ik dat prettig vinden? Dat is met name heel belangrijk om te doen.